Een aantal dagen geleden heb ik jullie laten zien hoe je die poort hier schoonmaakt. Je oplaadpoort van je telefoon. Dat heb ik op de iPhone laten zien, maar dat kan je ook met de Android doen trouwens. Toen kreeg ik ook de vraag of ik kon laten zien hoe je de speaker schoonmaakt en de microfoon. En dit zijn een stuk kleinere gaatjes, dus daar kom je niet zo makkelijk met de tandenstoker in. Plus dat het ook gevaarlijk kan zijn dat je het speakertje doorprikt en dat hij kapot gaat. Dus ik heb even uitgezocht hoe je dat wel kan schoonmaken op een veilige manier. Moet ik er wel bij zeggen dat je hoe dan ook altijd voorzichtig moet blijven doen. Want je wil niet dat het speakertje kapot gaat. Ik ga je nu even laten zien hoe je dat moet doen. In plaats van een tandenstoker gaan we een paperclip gebruiken. Ik heb hier een nietje, want ik kon even geen paperclip vinden, maar wel een nietje. Maakt op zich niet uit als het maar klein is. En een vochtig doekje. Het is gewoon zo'n babybillen doekje die we voor kunnen gebruiken. Nou, goed wat je doet. Dus je pakt de telefoon en dan leg je het doekje overheen, het vochtige doekje. Dan pak je het nietje. Zo, kan een beetje glibberig zijn, natte handen van het doekje. En dan ga je heel voorzichtig die gaatjes, ga je er heel voorzichtig in draaien. Maar echt, doe het echt heel voorzichtig. Ik heb een aantal van die gaatjes van de speaker gedaan nu. Als je kan zien zit hier het vuil, wat ik er al uit heb gehaald. Mocht de speaker nou nog een beetje vies zijn, herhaal het dan gewoon nog een keertje. Nogmaals, blijf het wel voorzichtig doen, want je wil niet dat die stuk gaat. Ik hoop dat je wat hebt aan deze tip. En zo ja, vergeet je dan niet te abonneren. Doe dat meteen eventjes. Deel het met je vrienden, laat een reactie achter en geef even een duimpje omhoog. En heb je nou nog een verzoekje, of heb je een tip, of wat dan ook, laat het even weten in de reacties. En wellicht behandelen we hem de volgende keer. Doeg! Dat is handig!